Maybe, man. Maybe. Well, we're fucked if we don't figure out how this thing works. Can't spend the night out here. Duck is still sick, you know. We need to get to the city, the coast. Waarom loopt hij niet? Oh, nu loopt hij wel. Oké. Laten we eerst even kijken of we dat papier, want we hebben nu een potlood, hè? Kijk, het gaat om die papieren. Perfect. You can read it now? Yeah, should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Yeah. Nou, oké. Zal ik het even voordoen, dames en heren. We hebben hier zeg maar 6. Dat is 2 keer naar beneden, 2 keer omhoog. Oké, 2 keer naar beneden, 3 keer omhoog, omlaag en omhoog. Oh, verkeerde knop. Dat is 6. 2 keer beneden, 3 keer omhoog, omlaag, omhoog. Oké. 6. 2 keer naar beneden. 3 keer omhoog. 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 Dan weer naar beneden. En de laatste is dan weer omhoog. Son of a bitch. Whatever you did, lit the dash up. Fuck yeah. Zo doen we dat, zo doen we dat. Oké. kan ik nog ergens even... ja. Nummer 5, dat is... horizontaal, daarna verticaal. Nou, dat is nummer 5. Dan hier, nummer 5, horizontaal en daarna... verticaal. Ik doe ze verkeerd om. Drie debiel. Godverdomme. Now we're talking. I know. Wacht maar. Dan bij 9. Die moet naar links en de andere 9 moet naar rechts. Oké. Waar is nummer 9? Die heb ik al gedaan, toch? Oh, nee, niet die deur. Jongen, ga terug, man. Je had bijna dat ding klaar. Hey. Waar de fuck... ik zie die knopjes niet. Ik zie ze niet. Hey, Kim. What's up? I'll get back to it. Me too. Oh, I'll get back to it. Waar de fuck? Oké, wacht even, want we hebben die bovenste 2. 6, 5 en dan 9. Oh, weer verkeerd. Oké. Er moet iets zijn wat wij links-rechts kunnen doen, zeg maar. Die klopt allemaal. Kan ik niet meer aanzitten, kan ik ook niet meer aanzitten. Waar de fuck is links-rechts? Be kidding me. Yo, kerel, welkom bij de Mac Drive. Kan ik u helpen? It's in pretty good shape for a wreck. It's in pretty good shape for a wreck. Weet ik, ik schrok een beetje daar nog van. Ik zit even nog helemaal perplex van die kutlijnen daar.
Use ladder. Waar is nummer 9? That's one hell of a mess. Ja, die hebben we al gezien. Ik heb trouwens wel een idee nu. Ja, ik weet hem denk ik al. Kijk, die laatste twee deuren. Kan ik nu niet meer openen. Waarom? Kan ik die laatste twee deuren niet meer openen? Dat is raar. De wapenswitch. Die derde had ik toch nog niet meegenomen. Neem nu maar de derde mee. Ja, ik zit even helemaal te kijken. Wat gaan we doen? We zijn gewoon de hele tijd bijna klaar, maar dan net niet. Oh, hier 9. 9. Naar links en naar rechts. Oké, kijk eens. Naar links. En naar rechts. Holy shit, we're golden. What about Doc? What about him? Look, Kenny, it's something we're gonna have to deal with. Did you not hear Cat? We don't know shit, Lee. Let's fucking enjoy this. Mom, let's see if she'll move. Cool. We zijn al 2 teamleden kwijt inmiddels. We moeten ook echt wel haast maken, want die trein die maakt er herrie en dan komen de walkers. Oh. Ik heb altijd al een trein willen besturen. Damn it. Of course, we're still attached. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck? Yeah. Yeah. Alsof ik daar nog niet aan gedacht had. Cool. Herp derp, ik snap er niks van. Zal ik voordoen hoe wij dat als deze shit klaar hè? Let op. Biatch. Let op hè. Bam, gaan we gewoon naar beneden. En wij lopen. We lopen. We lopen, lopen, lopen. En dan gaan wij vervolgens hier het treintje slopen. Hey Kenny, we're loose. You touch any of my stuff? Oh yeah. I took the lamp of the trade routes. That's fine, you can have that. Really? Yeah. Got them all right up here. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab? Him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself. Ik mag hem. You're still kind of freaking me out. Train folk will do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy, Ben too. Gekke Ben. Welcome. Thank you. You met Kenny? Sure did. Man shares my love of the road. That's for certain. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you.
We'd like to do the same. Why don't we hold off on... Stay with us. We'd like the company. Stomme kut. Ach ja, ik mag hem ook. Het hoort erbij, denk ik, hè. Zombie-apocalyptische gedachtes. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Hier gaan we, jongens. Want a ride? Well, it sounds like you're taking my home. That's a yes, then. Anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. Valt wat voor te zeggen. That's sick. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Let me look at him. Maar ja, die gaat het niet overleven, die duck. Is the train really a good idea with duck like that? Maybe we should focus on one thing at a time. Yes. What can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through! Get on, Cat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Nu begint Kenny een beetje raar te doen. Maar dat is altijd, weet je wel. Nu is die chick weg en nu gaat Kenny raar doen, dus... Het is misschien wel onderdeel van het leven. Hij ziet er wel cool uit, die dude. Tof. Wat gaat dit spel ook verdomd snel. Morgen om 2 uur de nieuwe Walking Dead aflevering. Klik hier in beeld om terug te gaan naar de vorige aflevering. Of klik hier om door te gaan naar de volgende aflevering. Wil je op de hoogte blijven van alle Walking Dead afleveringen van Bardo? Abonneer dan hier beneden om op de hoogte te blijven met Banjo Town. Nogmaals, abonneer! Ja, leuk!